Goed nieuws dan. Замість участі в дебаті ми маємо віртуального кандидата. Ziet er wel goed uit, Annelies. Goed nieuws, kinderen. Uw favoriete shitshow is eindelijk hier. Hebt u ons gemist? Wij u niet. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar. Gedaan met vakantie. Nu moet je opletten. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show waar mannen nog mannen zijn en vrouwen waarschijnlijk ook. Naar ik vernomen heb, eindigt het nieuws niet aan de landsgrenzen, dus voor ene keer beginnen we met internationaal nieuws. Moest de stem van het volk iets uithalen, dan was de Brexit een maand geleden afgerond. Dan was het nu tijd voor feest. Een party. Misschien zelfs... de Brexit Party. Maar helaas... hebben de vette varkens het nog steeds voor het zeggen. Het gaat hier namelijk om een herkansing voor Nigel Farage. Met de Brexit Party wil Farage meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. En zo wordt het euroscepticisme in de UK in twee gedeeld. Je hebt de UKIP en je hebt de Brexit Party. De eurofielen zouden hierom moeten juichen en toch... zeg maar dat niet. Guy wil niet op Nigel zijn lelijke kop kijken en dat is waarschijnlijk wederzijds. Ik voel het voor allebei. En we blijven voort in de verkiezingssfeer, want... in India wordt een nieuw parlement gekozen. En dat is een verdomd moeilijke zaak. Dat land ziet zwart van het volk. Die verkiezingen gaan minstens een maand duren, maar toch kon de VRT nu al de uitslag inkijken. Premier Narendra Modi zal waarschijnlijk zijn meerderheid verliezen. En dat zou mij eigenlijk niet verbazen, want tegenwoordig winnen politiekers niet meer. De volgende Indische premier zal waarschijnlijk een reality tv-ster zijn, misschien een interim toneelleerkracht of een fotomodel. Of waarom geen komiek? Volodymyr Zelensky wordt met een verpletterende score de nieuwe president van Oekraïne. Het moederland heeft een nieuwe president. En zoals ik al zei, gaat het hier niet om een politieker, maar wel om... een acteur die in een televisiereeks een president speelt. Dat komt heel goed uit, want hij kent zijn rol al. Werken op een set gaat ook veel sneller vooruit dan werken in de politiek. Proficiat Oekraïne, de bal gaat eindelijk aan het rollen. Of dat zal lukken, dat is nog maar de vraag, want hij heeft natuurlijk geen politieke ervaring. Ja, maar ja, Jan, allee, politieke ervaring, dat is nu toch ook niet alles, hè? Hij heeft ook geen meerderheid in het parlement. Ja, dat is wel waar. Sorry, Oekraïne, morgen zal er evenveel gebeuren als gisteren. Ook al trekken de visjes van ons moeder op niets, toch keren we terug naar huis. Voor de 14e week op rij zijn klimaatbetogers op donderdag op straat gekomen voor een beter klimaatbeleid. De klimaatprotesten zinderen nog steeds na, maar het is paasvakantie geweest. En als er dan toch geen school is, waarom zou je dan spijbelen? Zo dachten de klimaatkinderen ook. Ze duwden nog eens op snoes en ze stuurden hun een bompa. Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak. Die jonge mensen weten niet of dat ze op een betoging zijn of op een optreden van Richie. Enfin, week 15 waren de kinderen weer aan het betogen, maar deze keer was het geen mars. De klimaatbetogers vonden elkaar op het strand van Ostende. Dit is een heel goed idee. Je gaat naar de zee en je vist er al het plastic uit. De redders staan wel nog niet op post, maar dat is niet erg. Als de stroming te fel is, moet je je gewoon laten gaan en je komt uiteindelijk wel ergens terecht. Helaas waren ze daar niet om het milieu te helpen. Ze waren daar eigenlijk niet eens om te betogen. Ze waren daar vooral voor een picknick en een wedstrijd zandkastelen bouwen. Dat de VRT elke week opnieuw dezelfde stomme mars rapporteert, tot daar aan toe. Maar het enige nieuws dat hier te vinden is dat Kyra voor het eerst gesproken heeft. Ik denk dat ze nu terug wel op gang begint te komen. Want Anuna is waarschijnlijk de wereld rond aan het vliegen. Dan was er nog nieuws over de peren. Wim? De peren smaken prima, maar ze raken nauwelijks nog verkocht. Dat zou misschien kunnen liggen aan het feit dat peren misvormde, zanderige scharminkels van fruit zijn. Ik koop nog eet ze gewillig. Het is misschien makkelijk om het falen op de peren zelf te steken. Maar ook de Russische boycott heeft nog altijd een effect. Maar het is altijd makkelijker om het op de Russen te steken. Laten we dan doorgaan met iets smaakvoller nieuws. Jules Destrooper uit Yper en Ijsboerke uit Tiele. Het gaat hier niet om om een epische samenwerking. Beide bedrijven hebben namelijk een brief gekregen met daarin een wit poeder en een duidelijke boodschap. Dat de producten die ze maken vergiftigd zullen worden als ze geen €300.000 betalen. En €300.000 is lang niet zoveel als de imagoschade die het merk zou leiden. Dit is een briljant plan. Misschien is het een beetje te briljant. Misschien heeft de dokter hier iets mee te maken. Laten we eerst beginnen over Jules Destrooper. Een stroper, dat is iemand die konijnen scheef slaat die niet van hem zijn. Dus dat is eigenlijk een crimineel. En dat criminelen crimineel behandeld worden, dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar allee, zijn koekjes werden vergiftigd met talk. Dat doen ze aan het gat van de baby's. Heel gevaarlijk, kan dat toch niet zijn. En dan het ijsboerke, dat zijn boeren. Het ijs op zijn eigen is al een gif voor het lichaam. Ik zou zeggen, hashtag geen vergif in ijs en koekjes, wat mij betreft. Dat is raar. Hij heeft niets chockerends gezegd. Zou hij misschien zelf vergiftigd zijn? Die vergiftiging is natuurlijk de fout van IS. Hun naam zegt het zelf. De I, eerste letter van IJsboerke. De S, eerste letter van Stroper. Dus het zijn de islamieten die dat doen om ons Westen te treffen. Hashtag. Stop islamisatie. Dank u wel. Nee, sorry. Vergeet wat ik gezegd heb. Hij is duidelijk fit en gezond. Dan kunnen we nu eindelijk doorgaan naar het belangrijke nieuws. Goedele, als ik u zeg dat mijn hart enkel voor u klopt, wat zegt jij dan? Dan gaan we naar Parijs. En valt daar iets te beleven? De beroemde kathedraal Notre-Dame staat in brand. Oei, ja maar dat is niet om mee te lachen toch? Een deel van het dak en de torenspits zijn intussen helemaal ingestort. Ai, ai toch. En dat kot staat daar al jaren zeker. Het is al 850 jaar oud en was op dit moment in renovatie. En dit maakt heel de zaak verdacht. Maar gezien de kathedraal gerenoveerd werd, waren de meeste kunstschatten al op voorhand weggehaald. De schade is dus veelal hout. Wij hebben al verschillende complottheorieën besproken op de livestream. En ik blijf erbij dat Brigitte en Emmanuel hier voor iets tussen zitten. Bewijsstuk A. Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, die had normaal een belangrijke speech vanavond. Dat komt hem wel heel goed uit. Hij moest een speech geven over het nationaal debat. Dit was uitstel van executie door de Gilets Jaunes. Dit is van zo'n omvang dat hij die toespraak heeft geannuleerd. En dit had zo'n omvang dat hij hier ook geld mee kan verdienen. Bewijsstuk B. Voor de restauratie en de heropbouw is er in 24 uur tijd al zeker €800 miljoen ingezameld. Amai, daarmee kun je al een keer een kathedraal bouwen. Maar Macron zou geen echte politieker zijn, moest hij de mensen niet tot de laatste cent uitpersen. Een groot benefietconcert heeft €20 miljoen opgeleverd. Nu hebben ze genoeg geld om 10 kathedralen te bouwen, maar ze zouden het geld beter besteden om de crisis in hun land op te lossen. De onvrede bij de Gilets Jaunes is groot, zeker nu er bijna €1 miljard naar de restauratie van de Notre-Dame gaat. En dan was er nog goed nieuws voor de staatsveiligheid. Julian Assange is opgepakt door de Britse politie. Maar dit is slecht nieuws voor de persvrijheid. Voor de mensen die niet of niet meer weten wie dat Julian Assange is. Wikileaks is een klokkenluiderswebsite die werd opgericht in 2006 door Julian Assange. Voilà, het is de mens van Wikileaks. En Wikileaks is een website waar gewone mensen toegang hebben tot ongewone informatie. Het is geen volwaardige journalistiek, maar het is wel een goede manier om staatsgeheimen te verspreiden. Staatsgeheimen zoals deze. Op deze gelekte beelden bijvoorbeeld is te zien hoe het Amerikaanse leger in Irak burgers en journalisten doodschiet. En de machtige Amerikanen hielden deze geheimen liever voor zichzelf. De klopjacht is toen gestart, maar Assange verschool zich achter persvrijheid en geen enkel land wou hem uitleveren aan Amerika. In 2007 werd Assange opgepakt in Groot-Brittannië op vraag van het Zweedse gerecht. In Zweden werd hij beschuldigd van verkrachting. En dat wordt niet beschermd door de persvrijheid. Assange kwam er redelijk snel mee af dat de hele zaak gefabriceerd werd door de CIA. En in dit geval vind ik dat niet zo ver gezocht. Maar goed, laten we hem toch maar onderzoeken. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten op borgtocht en is hij gevlucht naar de ambassade van Ecuador, waar hij tot voor kort verbleef. Assange is bijna onherkenbaar wanneer hij door de Britse politie uit de Ecuadoraanse ambassade wordt gesleurd. Nu is het belangrijk om in gedachten te houden dat asiel verleend werd door de voormalige president van Ecuador, Rafael Correa, die lid is van de linkse partij. Een linkse Zuid-Amerikaan is over het algemeen tegen de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is tegen Assange. The enemy of my enemy is, gesnapt het wel. Maar de volgende president, Lenin Moreno, ondanks dat hij ook lid is van die linkse partij, toont toch meer politieke wil om internationaal samen te werken. Zo meldt CNBC ons dat Paul Manafort, ex-kabinet van Donald Trump, gesproken heeft met Moreno over een mogelijke uitwijzing van Julian Assange. Maar goed, als het daar niets mee te maken heeft, is er nog steeds Moreno die zelf verklaarde dat de situatie niet meer leefbaar was. Instaló equipos electrónicos de distorsión. Ja, maar ja, kun je dat niet verwachten van hem? Bloqueó las cámaras de seguridad. Nogmaals, dit is de man van Wikileaks. Agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática. Ah nee, ja. Stoute Assange. De grens ligt bij fysiek geweld. Accedido sin permiso archivos de seguridad. En zo kennen we hem het best. Maar wees nu eerlijk. Is er iemand geïnteresseerd in de staatsgeheimen van Ecuador? Ondertussen is ook bekend geraakt dat hij een skateboard had in de ambassade, maar dat is helaas niet zo spectaculair als dat je zou denken. En er volgden nog meer bizarre beelden. Het zijn beelden om stil van te worden. Als een mens voor lange tijd in een kleine ruimte verblijft, dan gaat hem een beetje raar beginnen doen. Noem het chronische claustrofobie of cabin fever bij gebrek aan betere vertaling. 6 jaar lang vast in een kamer van 15 vierkante meter is niet om mee te lachen. Tenminste als niemand er een plezant muziekskin heeft ondergezet. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Macron is een toneelspeler en een betere dan Trudeau. 2. Als je Assange bij je thuis uitnodigt, dan gaat hem uw geheime documenten pikken en hopelijk houdt hem het daarbij. 3. De klimaatkinderen hebben de zee niet opgeruimd omdat dat te ver was van hun verdwaalpaal. Hartelijk dank om alweer te kijken naar deze shitshow. Like deze video niet, deel hem niet met uw vrienden en vergeet niet om u niet te abonneren. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Peren zijn echte appels van de Aldi. Verder liet een trouwe kijker genaamd Farah ons ook nog weten dat meneer Assange zijn eigen uitwerpselen gebruikt heeft om de kamer van de ambassade te behangen. Ze stuurde ook een foto. Dank u wel, Farah.